We zijn helemaal veilig in Jordi. En we gaan nu onze stallen zoeken. En dan komt het helemaal goed. Want dan kunnen we lekker gaan installeren. Nou, veilig aangekomen. Nu alle spullen natuurlijk weer installeren. Stalletjes mooi maken. Vrachtwagen helemaal op zijn plek zetten. En dan kunnen we gaan beginnen met trainen. En de boel hier zo verkennen. Inmiddels zijn we dus helemaal aangekomen. De paarden staan al lekker op het stalletje. Het is echt super goed weer. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb mooie houten stallen. Galante staat lekker op het stalletje. En ze kunnen nu even bijkomen van de reis. Ik ook. En dan gaan we straks beginnen met trainen. Every day I see miserable people. Inmiddels zijn Galante en ik helemaal klaar voor onze allereerste training in Jordi. We gaan nu lekker dressuren, we mogen de baan nog verkennen. Dus ik ben super benieuwd hoe ze het gaat doen. En we hebben nog 2 dagen om in vorm te komen. De eerste dag, dus dat zijn we gewend. Nu zien te managen. Oh, wat gaat het rustig aan. Oh, ga ik zo door een krukje te rijden. Hebben Gambler en ik ook lekker getraind. Gambler voelde fijn, dus ik ben heel benieuwd hoe hij het morgen gaat doen. Want Gambler moet morgen al dressuren en Galante moet vrijdag dressuren. Nou, inmiddels zijn we geïnstalleerd. Hier zo staan wij, vol gezelligheid. Lekkere dingetjes overleven wij het wel. Hier zo staat Trendyamo, leukste familie. Dus wij komen de wedstrijd wel goed door zo. We hebben net lekker getraind. Nu is mama de hooinetten aan het vullen. Dan gaan we ze zo lekker eten geven. En ze krijgen al lekkere brokjes. Ja, Galante. En dan gaan wij zo ook zelf lekker eten. Want ik heb... Hallo allemaal. Een hele goede morgen. Ik heb zojuist lekker bij paardjes hooi gegeven. Ik ga ze nu nog even brok geven. We zijn weer wakker geworden in het prachtige Jordi. En ik ben super benieuwd hoe vandaag de dressuur met Gambler zal gaan. Galante heb ik echt nog even een dag nodig om goed te trainen. Even die grote energie eraf. Dus de meeste energie even weg. Dat we iets meer rust kunnen hebben in de proef. Dus ik hoop dat het dat nog vandaag gaat lukken. En dat we dan morgen met Galante kunnen knallen. Is het lekker, Galante? Is het lekker? Inmiddels zijn we op stal en is groen mama ook wakker geworden. Hallo mama. En wij gaan nu lekker de paardjes trainen. Dus ik zet mijn kastcap op, Galante opzalen en dan kunnen we gaan trainen. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave him my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding.
Galante en ik lekker getraind. Galante was al nog steeds heel heet, maar al veel beter dan gisteren. Dus hij heeft altijd gewoon even nodig om te wennen aan de Franse omgeving, aan de wedstrijdomgeving. En ik ben super blij hoe het nu voelde. Zo, Galante! OMG, Galante! Ik heb de eerste cross in de Lisse gespot! Oh, zo spannend wat voor dikke cross er staat te wachten. Ik vind het echt zo spannend, Galante. Ik hoop dat we het kunnen. En anders zijn we hier om veel te leren, hè, Galantje? Ja, prachtig is het hier, hè? Lekker getraind en we gaan Galante nu even verwennen met een wortel. Voor haar inzet, dat is heel goed. Want het is blush loopt altijd zo mooi scheef, hè? Ja, zo uniek paard ben jij. Zo mooi en witte stipjes op je vacht. Echt een mooi paard ben jij. Nu ga ik lekker met Kemmler stappen, want die moet vanavond al dressuren. Dus ik ga nou even lekker opwarmen door te stappen. Niet te veel te doen, dan kan hij vanavond knallen. Inmiddels zit ik weer op Kemmler en ga ik even een lekker rondje stappen in het heerlijke zonnetje van Parijs. Nou, zelf ben ik nooit zo fan van zulke rechte, steile hindernissen. Doe mij maar een brede bak. Dan springen paarden wat lekker over. Dit is echt wel, die wil je niet te dicht opkomen. Het voordeel is dat er natuurlijk wel grondlijn bij zit. En als je even naar deze kant komt kijken, dan zie je hier zo het minklip systeem. En dat betekent, mocht jij heel hard hier tegenaan komen, dan klapt de hindernis open. Valt deze naar beneden. Dus kan je nooit echt helemaal over de kop vliegen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer met cross, omdat alles veilig is gemaakt. Maar ja, mocht je per ongeluk dicht komen en hij valt, de minklip kipt open, deze valt en jij zit gewoon een goed rij, heb je wel strafpunten. Dus het is ook weer een stukje uitdagender geworden. Dus wij zijn lekker even verzaaien in. Dat is ook super mooi. Allemaal mooie gebouwen. Gaan we lekker wat eten en drinken. En dan gaan we straks terug om te focussen op de dressuur. Dressuur weer omgekleed. Galante is lekker met mij aan het wandelen. Morgen is dus de dressuur met Galante. Ja, ik baal gewoon echt van Gambler. Punten vielen best wel tegen vanuit de jury. Maar ja, dat hebben we dan misschien ook gewoon niet verdiend. Uiteindelijk moet je gewoon zelf nog beter doen. En dan krijg je ook die punten. Dus ja, was misschien een tegenvallende score iets. Maar ja, we zijn natuurlijk in één keer. Eigenlijk is voor ons het al helemaal fantastisch. Want ik ben dus mijn tweede wedstrijd met dat paard. Maar ja, je hebt je vorige wedstrijd gewonnen. Dus dan leg je nou in één keer de druk zo ontzettend hoog voor jezelf. Terwijl het nu gewoon 3-ster is. En de vorige keer was het 2-ster. 3-ster is gewoon ontzettend moeilijk. En je moet ook gewoon blij zijn dat ik gewoon een tevreden eerste start in de 3-ster met kan maken. Dus daar gaan we voor nu lekker met Galante wandelen.
gaan galanten en ik trainen. Vanavond moeten we dressuren, dus we doen hem deze. Het was vanavond om 6 uur, dus we doen hem deze ochtend gewoon een beetje losstretchen. Niet te veel, dat hij nog genoeg energie straks heeft. Maar galanten heeft nooit energie tekort, dus ik ben blij als het heftigste er een beetje vanaf is. Inmiddels hebben we lekker getraind en de cross gelopen. En nu gaan we even met z'n allen Parijs in. Oh my god, ik heb de Eiffeltoren gespot. Happy moment, happy moment. We zijn er hoor, in Parijs. We zijn super dicht bij de Eiffeltoren. We zijn even leuke foto's aan het maken. Hey. En lekker in het zonnetje genieten. Dit is wel even ontspanning van de wedstrijd. Ik zeg doei doei Eiffeltoren. Het was super leuke sightseeing. En nu weer focus op de wedstrijd. Maar dit was wel even lekker ontspannend. Hallo galante. Wat ben jij mooi ingevlochten. Holy jam. Dat kan jouw topgroom Anouk wel. Hè? Super mooi. Echt. Nu moet ik nog shinen. Nu moet ik wel shinen. Anders hebben we al die vlechtjes voor niks gedaan. Hè galante. Ja. Jij moet ook shinen. Ja. Was alweer helemaal lekker nabezorgd. We hadden hele goede stukken, ook een paar foutjes en dat is wel super jammer. Dus ja, het was geen vlekkeloze proef, maar in ieder geval wel weer stukken vooruit gegaan en iets waar we aan kunnen werken. Dus wel een heel leerzame proef. Maar ja, we willen natuurlijk het liefst gewoon alles eruit halen en knallen. Maar ja, het is een leerproces om goed te worden op de driester en daar moeten we gewoon tijd in investeren. Maar het was in ieder geval een heel lekker gevoel hoe die liep, want ja, het is gewoon echt een gaaf paard. Ik ben weer wakker geworden en ik ga nu lekker ontbijten. En dan gaan we straks de paarden trainen, dan crosslopen en dan kunnen we er weer tegenaan. Lekkere ochtendwandeling. Inmiddels zit ik weer in de cross. Vandaag is dus de allerlaatste dag dat ik de cross kan verkennen. Morgenochtend ga ik al heel vroeg deze dikke cross in. En vandaag is het focus op het springparcours en de cross heel vaak nog verkennen. Dat ik er straks heel veel vertrouwen in heb. Inmiddels zitten we weer in de cross en hier spring ik naar beneden. Dan moet ik goed rechts aanhouden, daar erop springen en dan dat puntje eruit. Ik ga nog één keer mijn lijn lopen dat ik het straks goed weet. Herman qui en termine de ce parcours avec Dupont. On arrive sur la dernière combinaison. Jumping points. 6.
aangekomen bij een dubbelcombinatie. Dat lijkt dat je zo met een bochtje, maar dat doen wij niet in Eventing 3-ster. Dan moet je hem gewoon schuin pakken in één rechte lijn. Dan laat ik zo en dan ga ik ook naar deze weer schuin. Dan maak ik een mooie twijfel. Deze hindernis is weer veilig gemaakt dankzij het minclip systeem. Dus mocht je er tegenaan bonken, dat is natuurlijk niet goed, dan heb je strafpunten. Maar dan word je wel gesaved dat het heel veilig is, dat je gewoon de balk valt en dat je gewoon lekker verder kan. Bij deze combinatie, die moet je schuin springen, die bak. Dan moet je echt aanvallen dat je hier hopelijk aan de voet komt. Dan moet je er gewoon voor zorgen. En dan moet je hier zo mooi inkijken naar de flap. En dan hier zo, rechterover. En we zorgen dat je goed aanvalt. En dan zijn wij heerlijk aan het grazen met de paarden. Ik zit hier zo lekker, campers beneden onderaan de heuvel lekker aan het eten. En het is nu eventjes nog de tijd doden, want pas om 4:15 is het springen. En het is nu gewoon even afwachten hoe het springen gaat lopen straks. En probeer toch een beetje te focussen, maar ook even nog te ontspannen. Want het is nog zo lang en anders maak ik me nu al helemaal gek. En dan straks focussen. Maar ik heb er wel echt mega veel zin in, dus ik ben heel benieuwd hoe Gambler het gaat doen. Ben ik aangekomen in de hoofdpiste. Hier zal het springparcours plaatsvinden. Ik vind het super spannend, maar het is ook wel kei gaaf om hier te rijden. Dus nu goed parcours lopen en dan focus op onze ronde. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down. Like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Gambler deed echt super super zijn best. We hadden er helaas 2 af. Gewoon nog net een beetje team worden. Ik heb er echt alles aan gedaan. Maar dat is toch nog een beetje een proces dat ik hem ook moet leren. Dus daar moeten we gewoon nog hard aan werken. Het was wel super gaaf om die gave ring te rijden. En we moeten vanuit hier gewoon doorwerken. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time.
Suisse, c'est les Pays-Bas que nous accueillons sur la carrière olympique. Curtis Neblanger nous revient avec 40 et 463 de... Galante. Oh, lekker galante. Heerlijk. Kijk eens wat ik voor jou heb. Omdat je zo'n held bent. Ja, je mag zo trots zijn op jezelf. Je bent echt een topper. Laatste worteltje. Dan gaat mevrouw slapen. En deze meneer ook. Dan gaan we morgen ons best doen in de crossen, jongens. Oh, de dikke cross. Zitten de dressuur en het springen er dus op. Ik ga nu lekker slapen, Galante ook, want Galante is wel moe van deze zware dag. Morgen staat een zware driestar cross te wachten met Gambler en Galante. Ik ben super benieuwd hoe die dat gaat doen, allebei. Dus heel spannend. Maar hoe dat afloopt, dat zien jullie in de volgende video. Dus nu super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, blauw duimpje omhoog. En tot de volgende video waar wij de spectaculaire driestar cross gaan rijden. Dus dan moeten jullie zeker weer kijken. Tot de volgende video. Doei doei!